Het Cybersecurity Incident Response Team van het Directoraat Nationale Veiligheid heeft de afgelopen tijd een flinke toename aan cybercriminaliteit waargenomen in ons land. In deze gaat het om hackers en scammers die actief opereren op sociale media, met name tikkers ofwel chatmoderators, maar ook kennissen. Volgens Arielle Dens, case officer, is het van belang dat de samenleving alert blijft en dat ze weten dat ze geen verificatiecodes moeten afstaan die via sms worden opgevraagd. We hebben dit bericht naar buiten gestuurd, alleen dat de samenleving attent zou moeten zijn op hetgeen er nu gebeurt binnen de op social media. Het heeft meer te maken dat het is eerst begonnen met dat van WhatsApp-scam, waarbij er een bericht werd gestuurd dat je een prijsje had gewonnen of een nieuwe Samsung. Dat gedeelte is voor een gedeelte terug. Maar men is nu gewoon bezig om persoonlijke accounts te hacken, waarbij er dan er worden dan verschillende bedreigingen gedaan. Of je merkt op een gegeven moment dat jij geen access meer hebt op dit soort account. Het zijn enkele gewoon de simpele handelingen. Wanneer je een Facebook account zou aanmaken, wordt er vaak genoeg een sms gestuurd met een code. Als persoon, als je weet dat je je wachtwoord niet hebt gewijzigd of je bent niet veranderd van een e-mailadres, kan je niet zomaar een sms krijgen van Facebook dat je een code zou moeten invoeren. Een meetpunt in Suriname heeft aldus het DNV uitgewezen dat voornamelijk mannen actief op social media het slachtoffer zijn geworden van de zogeheten Facebook-hacks. Echter blijkt dat zij zelf daartoe vaak genoeg aanleiding geven. Dat komt doordat persoonlijke informatie is verstrekt aan vertrouwenspersonen en niet aan onbekenden of hackers, zoals vaak wordt gedacht. Dens geeft verder aan dat een ieder alert moet zijn, omdat er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke kennissen. Advies dat we meegeven aan de samenleving, als je weet dat je je wachtwoord niet hebt gewezen of je hebt geen nieuw e-mailadres, kan je eigenlijk geen sms zomaar krijgen van WhatsApp of Instagram, dat je een code zou moeten sturen. En niemand zou je eigenlijk mogen vragen naar een code van jouw WhatsApp of van je Facebook account. Dat is iets privés van jou. Het momentje je code dat je krijgt vanuit WhatsApp of Facebook naar een derde, kan je ervan uitgaan dat zo'n account niet meer onder jouw beheer staat. En weet DNV toevallig als het gaat om Surinaamse hackers of buitenlandse hackers? Het is een combinatie van beide. Oké. En als men zoiets mag zien toch nog en ze twijfelen, hoe kunnen ze aangeven dat iemand probeert ze op te lichten, om het zo te zeggen? In het bericht is er een e-mailadres aangegeven en ze zouden het ook kunnen rapporteren via de website. Momenteel plaatst een criminele bende ook advertenties op Facebook voor chatmoderators werk of advertenties om snel geld te verdienen. Dens geeft daarom als advies om online alert te zijn bij het voeren van een conversatie. Het dringend advies blijft om persoonlijke verificatiecodes die binnenkomen via sms niet te delen met anderen.